Met het behalen van 2 Olympische medailles heeft Ruska de prestatie van Anton Geesink in Tokio overtroffen. Tina Bloe! Tina Bloe! Half punt voor Robert van der Wallen. Prachtig! En neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Binnen 9 seconden beslist Tim Polling de finale in haar voordeel. U bent erbij, we zijn er allemaal bij. Noah van het Ent was er helemaal bij vandaag. Hij wordt wereldkampioen. Can you believe it? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hajime Judo podcast. We zijn inmiddels aan aflevering 14 toe. En wij hebben vandaag een lang interview. En dat hadden we al eerder beloofd met Elisabeth Willebordsen. Waar hebben we het nog meer over vandaag? Het laatste nieuws van, het is inmiddels bijna 2 weken geleden dat we een podcast online hebben gezet. We appen even met Hans van Essen. We kijken nog even of dat Pim nog wat Chido's verdient of niet. We hebben onze tips en we beginnen met het laatste nieuws, maar vooral onze eigen judo-belevenissen. Want is er wat veranderd sinds de laatste keer? Nou, voordat ik zelf mag judo niet. Nee. Maar qua lesgeven natuurlijk wel, want de jeugd mag weer naar binnen sinds deze week. Nou, ben je al binnen geweest? Nee, nog niet. Ik geef op dinsdag les en de versoepelingen gingen vanaf woensdag in. Ja, dus ik weet nog, ik heb nog lekker buiten gespeeld afgelopen dinsdag. Dus ja. Ik mag na het weekend. Je piste lekker nog even naast de pot, zeg maar. Maar die judoka's hadden dat niet goed doorgelegd. Nee, ik had er een paar die in splitsprint een nieuwe witte judopakken kwamen. Maar meester, we zouden toch binnen trainen? Ja. Nee. Nee, nog even niet, nee. Dus die pakken waren gelijk mooi groen. Zullen moeders ook wel blij zijn. Ja, precies. Nou ja, goed. Wasmachines zijn altijd geduldig in dit soort situaties. Hey, we lopen even door het nieuws heen. Wat we doen we straks met Jan van Essen. Hans van Essen ook nog even. Maar dan voornamelijk met betrekking tot internationaal judo. Ja. En, maar gewoon even langslopen wat er allemaal voorbij is gekomen. Ik vond opvallend dat Matsuru geen IGF en EU supplier meer is. En dat heeft gelijk invloed op een aantal judoka's volgens mij. Want het zullen er meer zijn, maar Roy Meijer en Marinde Verkerk, de judo in Matsuru pakken volgens mij. Ja. Die mogen ze niet meer dragen op het WK. Ja, sowieso op de toernooien die nog komen. Voor Roy zal het wat langer zijn, maar Rinde zal nog 1 toernooi judoen, denk ik. Dat is het wereldkampioenschap. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Laatste potje, nog even switchen van merkpak. Goed, ik vind dat, weet je wat, je kan gewoon een pak van een ander merk aantrekken en denken van het zit lekker. Maar het is toch een beetje zoals je andere schoenen koopt. Dat moet toch altijd weer even, het zit anders waarschijnlijk. Dus ik vond het sowieso opvallend. Ja, ook opvallend als dat dan nog vlak voor de Spelen. Gewoon midden in een seizoen. Ja. Dus er zal wel wat voorgevallen zijn. Dat heb ik niet helder. Het maakt ook niet zo heel veel uit. Maar het is vooral voor de judoka's heel vervelend. En er zijn natuurlijk meer die in Matsuru judo. Hè? Want er zijn ook heel veel jeugd en zo. Want het geldt natuurlijk straks voor al die jeugdtoernooien ook. Dus ik ben benieuwd wat dat voor verschuivingen geeft. En vooral hoe deze twee het onder andere gaan oplossen. Want die moeten op het WK aan nieuw pakken. Dus waar ze op terechtkomen. Ik weet in ieder geval dat er zijn wat aanbiedingen geweest naar ze. En wacht het wel af. Ik ben benieuwd. Er is nog iets anders. Je kan een munt kopen. Of munten. Ter nagedachtenis. Nee, herdenkingsmunten zijn het. Ja. De Nederlandse munt slaat ze. En in dit geval is er eentje die vooral om Anton Geesink gaat. Omdat het 60 jaar is na dat hij de eerste keer wereldkampioen werd. Dat is de reden. En de Olympische Spelen lag iets later. Maar dat is de reden. Ik heb eens gekeken. Je kan ze bestellen bij de Rijksmunt. En het zijn munten van 10 euro. Dat is ook de waarde waar je... Die kan je gewoon mee betalen. Alleen die gouden munt, die moet je toch nog wat zeer centjes meebrengen. Die is 10 euro waard, maar die kost je toch geloof ik 4.500 euro of zo. Goed muntje. Nee, hier zeg maar. Het is mijn tientje waard. Het zit in een doosje. Een duur doosje. Ja,
gouden doosje, denk ik, of zo, of iets in die geest. Dat, ik ben heel... Nou ja, goed, er zullen altijd weer mensen zijn die dat aanschaffen. En ik... Nou ja, goed. Als er een goed doel aan gekoppeld wordt, dan zijn dat soort dingen nog wel aardig. Maar verder vind ik het altijd... Het is hartstikke mooi dat de grote namen herinnerd worden. En ik heb altijd het idee dat de munt aan zich, zeg maar, dat hij daar dat nog weer in een slaantje uit moet slaan of zo. Dat zal wel niet zo zijn, maar dat, voel ik, dat gevoel heb ik er altijd een beetje bij. Overigens is de... je kan een duo-munt... ja, duo-munt. Dat is een raar woord trouwens. Maar twee munten bestellen. Ook eentje met Noël erop. Dus die, omdat die vorig jaar wereldkampioen werd in de Kodekan, hebben ze eraan gekoppeld dat je ook twee munten kan bestellen. Eentje met Geesink en eentje met Noël. Dan volgens mij wel een zilveren. En die zilveren zijn iets goedkoper. Want je hoeft niet altijd die 4,500 euro op te hoesten. Ik geloof dat je ook voor een geeltje of zo... ja, wat is een geeltje? 25 euro volgens mij ook. En... nou ja, goed, voor de liefhebbers. Nog meer dingen die je zou kunnen aanschaffen. Daar gaan we het later nog wel over hebben. We hebben het ooit wel eens gehad over het boek van Noël van Dent. Dat zijn biografie die geschreven is. Stond trouwens vandaag of zo. Stond er nog een stuk in de krant over Noël. Waarin hij, dat verhaal heeft hij trouwens ook verteld over zijn stress. Hè? Heeft hij ook verteld in de Olympische podcast van de NOS. Ja, precies. En daar stond een artikel over in de krant. Ik weet niet meer, Eindhovens Dagblad of zo. Ja, nu roep ik misschien iets wat er niet is. Maar zoeken we nog wel even op voor jullie. En Nieuw Sport had hem ook gedeeld op zijn sociale media. Ja, als je Nieuw Sport zoekt, dan kom je hem wel tegen. Mooi interview. Het boek is denk ik ook de moeite waard. Is onderweg inmiddels naar mij. Als ik hem gelezen heb, zal ik er nog wel iets over vertellen. Maar ik heb ook het boek besteld van Niel van der Kamer. Dat is voor een aantal mensen denk ik een naam die waar ze wat dieper moeten graven in hun geheugen, zeg maar. Niel is al iets langer gestopt, maar volgens mij is Niel nog steeds wel Nederlands recordhouder nationale kampioenschappen. Volgens mij is hij 10 keer kampioen van Nederland geworden of zo. Ja, precies. Volgens mij ook in 3 verschillende gewichtsklassen of zo. Voor mij heeft hij... Nou, Niel deed namelijk altijd mee aan het nationaal kampioenschap. Ja. De toppers doen over het algemeen niet mee aan het nationaal kampioenschap. Maar Niel deed eigenlijk altijd wel mee. En maar die heeft ook een mooi boek geschreven. Die krijg ik ook binnenkort. Daar kom ik dan ook nog wel op terug. Maar als je geïnteresseerd bent, dan is dat ongetwijfeld terug te vinden. Via zijn LinkedIn-account, Niel van der Kamer. Niet Kramer, maar Kamer. Dan vind je dat ongetwijfeld. Ik zal wel een linkje delen in de notes van de podcast voor de liefhebbers. Dat over dingen die rondom judo... te koop zijn. Jij had het over... we hadden het net even over dat jij weer aan het judo bent. Maar in België mogen ze weer iets meer. Hè? Dus altijd, de Belgen lopen steeds op iets op ons voor als het gaat om mogelijkheden om te judoën. Ja, volgens mij hebben die ook de hele periode door mogen judoën zo'n beetje, ja, toch? In kleine, vaste groepjes. Ja, dat is, ze hebben een andere manier van werken. En daardoor, maar daar mogen ze inmiddels, volgens mij, moet ik het goed zeggen... Ze mogen ook buiten weer contact... Dus als je ouder bent, dan bij ons is het tot 17 jaar of zo... dat je binnen nu contact mag hebben. Ja, dat is bij ons. Ja, tot 17. En buiten tot 27, zeg ik dat? Ja, ja. En daar mogen ze boven de 19 volgens mij buiten allemaal contact hebben... dus dat betekent dat senioren in buitensituaties ook weer gewoon mogen judoën. En dat is voor een aantal judoka's. Ik zag een aantal trouwe luisteraars van onze podcast al hiep, hiep, hoera. We mogen het pak weer aan en tegen elkaar aanschurken, maar dan wel buiten. Dus die waren erg blij. Ik kan me van alles bij voorstellen, want ik zou precies hetzelfde gevoel hebben. Want we hebben een interview met Elisabeth Willeborts straks. En dat is al opgenomen. En ik heb met Elisabeth er ook nog over gehad. Die mist het ook enorm. Gewoon het vastpakken. Het stoeien, zeg maar. Weet je wel? En wat je dan doet. Of je dan kater loopt. Of maar in ons geval, Elisabeth's geval, idem dito, is het gewoon het stoeien. Het rommelen met elkaar. Staande en op de grond. Dat wordt gemist, zeg maar. In België mag het inmiddels weer. Dus daar lopen ze iets op ons voor. Hiep, hiep, hoera voor de Belgen in dit geval. Misschien moeten we even de grens over. Dan mag ik hem ook meedoen daar. Nou, ik zeg dat nou. Dat is helemaal niet zo'n gek idee. Voor mensen die dicht... Naar de grens wonen. Ja, dat je, maar volgens mij mag dat dan wel. Maakt dat niet uit. Mag je als buitenlander daar gewoon deelnemen in zo'n groepje.
Ja, moet je alleen weer in de quarantaine als je terugkomt. Nee, je blijft binnen de 4 of 28 uur. Dus het is gewoon even shoppen. Ja, weet je wel. Als je wel... nou ja, goed. Laten we het niet over sekswerkers hebben. Dat heb ik al een paar keer voorbij zien gekomen over sociale media. Dat het wel mag. En aan elkaar zitten. En wij mogen niet aan elkaar zitten, zeg maar. Maar dat geldt terzijde. Ik doe het in kleine groepjes, hè? Dus, ja, waarschijnlijk, ja. 1 op 1. Nou, blijkbaar weet jij daar meer van dan ik. Dus dat... maar dat jij woont ook op jezelf. Laten we het daar maar op houden. Hey, de JBN, daar wilde jij al veel eerder een keer over hebben. Maar die actie is nu gelanceerd. Want jij wilde er denk 4 podcasts geleden al over hebben. Maar toen was die website nog steeds... Ja, hij was al een keer online geweest. En toen was het weer naar beneden uit de lucht gehaald. Welke website? De www.gunjekindhudo.nl. En nu die regels versoepeld zijn, ja. Hebben ze die website ook weer de lucht in geduwd. En het gaat er over die proeflessen die de judobond opgezet heeft. Tenminste, dan kan je een proeflessen bij de clubs... Volgens mij heeft de bond de actie geïnitieerd. En is het een samenwerkingsproject tussen de clubs en de bond. Want als je op die website terechtkomt, dan kan je aangeven waar je een proefles zou willen doen. En dan, dan moet je aangeven welke provincie dat je woont. Of dat je die les zou willen volgen. En dan kan je daar aan een club koppelen. Want ik zag hier, ik heb dat even snel gekeken voor Zeeland. Al die clubs hier in Zeeland staan erop. Stond zelfs Skalda op. Weet je wat dat is, Skalda? De club Skalda? Ja, dat is het oude CIOS. Ja, het CIOS is aangesloten bij de JBN als club ook. Dus dat, ja. Dus kan je daar ook een proeflesje doen? Nou ja, dus je kan dus aanklikken en dan neemt de club contact met je op. Dus het is wel leuk om te kijken hoe men contact met je opneemt op het moment dat je je daar aanmeldt voor een proefles. Nou, het is de moeite waard. Ik zeg, misschien mag dat zijn ook onderwijssituaties. Dan mag je toch ook weer... Weet je wat we doen? We doen even een testje. Jij schrijft je in voor een proefles op het Skalda. En meld in de volgende podcast of het Skalda gereageerd heeft als club. Ik ben heel benieuwd of dat het goed komt. Dus een mooi testje in dit geval. Gaan we proberen. Maar los van de grapjes. Het is een prachtig initiatief. En het is ook landelijk wel goed opgepakt. Want ik zag zelfs... Het RTL Nieuws was er, toch? Ja, op het RTL Nieuws is het geweest. Dus ze hebben echt landelijk wel... aandacht gehad. En dan is altijd de vraag... Oké, je hebt aandacht gehad landelijk. Dat is hartstikke leuk. Maar waar gaat het uiteindelijk om? Dat er 100.000... en eigenlijk... Nog veel meer kinderen... een proefles judo komen doen. En dat dan een groot gedeelte daarvan blijft hangen bij al die clubs. Zodat die weer kunnen bouwen aan nieuwe groepen. Want ze zijn links en rechts al wat leden kwijtgeraakt. En dus mooi al die aandacht... Maar om aandacht draait het niet, uiteindelijk. Het gaat om hoeveel leden hou je hier nu aan over. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Daar ga ik ook echt serieus naar informeren straks. Of ze daar, het is een prachtig initiatief. Zoals er meer mooie initiatieven zijn geweest. Maar dan. Want mijn grote frustratie is ook nog altijd... We hebben een meerjaren opleidingsplan van Judobond Nederland. Daar zijn ooit een keer 70 filmpjes voor gemaakt. Dan zouden... allerlei opleidingen, situaties voorkomen, clinics en dat soort dingen. Vanuit de bond geïnitieerd voor jullie leraren. Wat hebben we daarvan gezien? Ja, eigenlijk niet zoveel. De filmpjes zelf hebben we gezien. Nou, als je, Weet waar ze staan. Als je weet waar ze staan, precies. Ja. Dus dat, weet je wel, mooi allemaal die dingen. Maar het gaat uiteindelijk om, wat levert het op aan het einde van de streep? En we zitten in een vervelende tijd, dus misschien dat het wat betreft dit ook nog wel een keer komt. Maar met dat gun je judo, je kind judo project, ben ik ook heel benieuwd wat er uiteindelijk van terecht komt. Ik hoop heel veel, want zo is het ook wel weer. Moeten we het nog hebben over de WK-selectie van het Nederlands team? Nou, het is natuurlijk die is natuurlijk bekendgemaakt. Ja. Dat is een beetje in principe zijn te verwachten... namen. Ja. Nou, behalve dat je inderdaad Noël van Dent niet meedoet. Nee. En Henk Grol doet niet mee. Nee. Dat zijn eigenlijk de grootste namen die niet meedoen. Die gaan focussen volledig op de spelen. En,
is een prima keuze, toch? Ja. Weet je wel? Er zijn meer landen waarbij... zijn zelfs landen waar volgens mij... waar echt volledige tweede keus... Ja, waar ze twee verschillende ploegen sturen. En naar de spelerploeg en naar het WK een hele andere ploeg. Ja. Dus wat dat betreft is dat te billijken. Wat mij dan ook wel weer in opvalt is dat... De afgevallen toppers, zeg maar, zich bij elkaar hebben geraapt. En toch nog even meedoen. Nou ja, nog even meedoen. Gewoon, ik mag hopen dat ze er gewoon staan om een medaille te pakken. En dat ze... Ik zag wat beelden voorbij komen uit het trainingskamp van Alicante. Daar hebben ze gezeten deze week, geloof ik. Van Jules en Marinde. Nou, die hebben gewoon ouderwets pret gehad. En hard getraind en gebikkeld. Dus volgens mij zit dat los van de teleurstelling dat ze niet geselecteerd is, zit wel goed in het kopje bij Marinde. Ja. Dus dat zou me niks verbazen als die gewoon lekker daar gaat lopen bikkelen. En Roy had al veel eerder volgens mij zichzelf weer... Roy had ook Kazan alweer gehierd ook. Ja, niet zo goed, maar die had wel al eerder zichzelf weer bij elkaar geraapt volgens mij. En Kim had ook gelijk geroepen dat ze naar de WK ging. Ja. Nou ja, goed, het is mooi dat ze daar staan. En dat weet je, het is een knijterde grote teleurstelling als je niet naar de Olympische Spelen mag. En voor sommigen zou dat ook een reden kunnen zijn om het bijltje erbij neer te gooien. Maar hebben ze niet gedaan. Dus dat, dat siert ze. En het zegt ook iets over hun mentaliteit, denk ik. Moeten we nog even terugkomen op... Tessie, die komt elke keer terug. Graafkans. Ja, en nu roep ik Tessie en dan gaat mijn Siri, die gaat op mijn computer, die gaat ook rollen. Die gaat straks gaan ze bellen? Ja, ik weet het niet. Nee. Maar, want dat is een soort van running gag aan terugkomen. Maar de laatste keer hebben we volgens mij gezegd dat ze weer zou gaan trainen op Papendal. Ja, dat ze de testen gehad had en dat ze dan de week daarna weer de trainingen zou hervatten. Ja. Ja, okay. Inmiddels is ze weer een stap verder, want ik lees al van alles dat... ze echt toch serieus nog een poging gaan doen om de spelen te halen. Ja, in het NRC zei ze dat ze inderdaad denkt dat ze het kan, dat ze het kan halen. Ja, goed, we hebben het al gezegd dat het fantastisch is als je dat redt. En dat het doorzettingsvermogen van die meid echt van een heel bijzonder niveau is. Ik ben heel benieuwd. Ze komt de volgende keer wel weer terug in de podcast, denk ik, als we weer wat zijn tegengekomen. Maar die is onderweg, dus alle plus 78 meiden... pas op, want ze is onderweg en dan ben je nog aan de beurt ook, vrees ik. Hadden we nog wat als het gaat om dingetjes die de laatste tijd voorbij zijn gekomen? Ja, het WK Kata en veteranen, dat zou in september zijn in Polen. Ja. Dat is uitgesteld. Ja, dat is vervelend voor alle Kata-mannen, het Nationaal Kata-team ook. Er zullen ongetwijfeld mensen voor naartoe zijn gegaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat de organisatie het voor gewoon nog te vroeg vindt. Omdat het veteranen, WK-veteranen, dat doen toch met alle respect de iets oudere die er ook eens mee. En ik kan me voorstellen dat je die, wil je het veilig doen, zoveel mogelijk gevaccineerd wil hebben voordat je daaraan start. En over vaccineren gesproken, ja hoor. Ja, maar mag jij? Ja, ik mocht al. Maar, laten we het dan maar niet over hebben. Dat schijnen mensen die naar Tokio gaan, dat ze ook geprikt worden. Ik weet niet waarom dat nou precies zit. Daar hebben we het later nog wel eens over. Dat was het voor volgens mij. Want jij zei dat dit de laatste was. Dan lijkt me een goed moment om eens te gaan voor een langer interview met wat ik had deze week. Om precies te zijn 2 dagen geleden. Met Elisabeth Willebordsen. Voor de mensen die haar niet zo goed kennen. De ouderen gaan nu heel hard lachen. Hoe kan je die nu niet kennen? Nee, dat snap ik. Maar voor mensen die onder een steen hebben gelegen. Dan wel iets jonger zijn en het wat lastiger vinden. 2 deelnames aan een Olympische Spelen komen er nadrukkelijk te sprake. Waarbij ze 1 keer de bronzen medaille meenam. In Beijing. En in Londen ook in de kwartfinale stranden, maar niet tot de medaille kwam via de herkansing. Nou, dat zit onder andere in het interview van ongeveer 50 minuten. Maar het gesprek gaat ook over wat Elisabeth tegenwoordig doet. Dr. Elisabeth aan het woord.
vandaag ben ik op bezoek bij Elisabeth Willebordse. Uit 1978. Dan ben je 30 plus, Elisabeth. Ja, erg, hè? Ja, ja. Ik ga niet over leeftijd. 30 plus, 40 plus. Ja, dat wil ik dan niet zeggen, maar dat klopt wel. Ja, dat klopt wel. Elisabeth ken ik al wat langer, maar Elisabeth is judoka, maar vooral arts tegenwoordig. Want we zitten in Middelburg. Jij hebt Nederland wel een beetje doorgetrokken qua wonen. Maar je woont weer in Middelburg. Ja, hoe komt dat? Ik ben wel onder de Maas gebleven, hè, over het algemeen. Ja, dat is waar. Ja, 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 ja. Of net erboven, maar... hoe komt het? Ik ben in de coronaperiode... Ik was natuurlijk bij de Judobond werkzaam als trainer, coach in opleiding. Maar door de corona vielen we stil en ging ik mijn handen uit de mouwen steken om gewoon te helpen. Maakte me eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat. Maar ik had me gewoon opgegeven bij organisaties om hulp te bieden. En toen had iemand van een verpleeghuis in Rotterdam het idee opgeopperd aan... waarom kom je niet als basisarts ons team ondersteunen? Dat was in Rotterdam toen nog? Ja, Kapel aan de IJssel. Geregio Rotterdam. Ja, ja. En, want wij hebben eigenlijk iemand nodig die die coronapatiënten kan onderzoeken... omdat onze eigen specialist ouderengeneeskunde best wel kwetsbaar is... En toen dacht ik, oké, dit vind ik eigenlijk wel heel spannend. Niet zozeer vanwege corona, in ieder geval toen nog niet. Maar veel meer omdat ik al heel lang niet meer echt klinisch bezig ben geweest als arts. Voor mijn gevoel heel lang. Want bij het UWV heb ik gewerkt als keuringsarts. Dat is echt totaal iets anders. En nu dan weer echt gewoon kunnen... vertrouwen op je klinische blik. Wat ik eigenlijk in de praktijk nog nooit heb gedaan om mijn geld mee te verdienen. Omdat ik daarvoor co-assistent was geweest, zeg maar. En mijn diploma had gehaald. Dat vond ik zo spannend eigenlijk. Ik had het gesprek gevoerd. En ik zeg, ik wil dat best doen. Want ik wil heel graag helpen. En als het zo kan, helemaal prima. En dat als vrijwilliger dan. Maar ik wil wel dat jullie even meekijken hoe dat gaat. En als je dan dingen ziet waarvan je denkt... dat moeten we jou niet aandoen. Daar ben je gewoon niet capabel toe. Dan moet je dat ook gewoon wel eerlijk zeggen. Nou, ze vonden het eigenlijk ook wel spannend. Maar ja, ze wilden toch wel met me een soort van in zee. Dus ik ben daar meteen de week daarna begonnen. En ik heb daar bijna 3 maanden... 3 dagen in de week of 2,5 dag in de week... heb ik als arts gefunctioneerd. En ze waren eigenlijk al vrij snel wel van overtuigd... dat ik datgene waar ik zelf bang voor was... dat ik het niet zou kunnen, dat ik dat eigenlijk wel kon. En het was een heel... Ja, ik denk dat ik daar nu... gevoelsmatig heb ik dat misschien een beetje weggestopt zo... maar het was eigenlijk een heel bizarre tijd. Aan de ene kant voor mij was het iets heel anders doen... en dus daarmee... een nieuwe wereld openen, denk ik. Iets waar ik altijd heel bang voor ben geweest om daaraan te beginnen. Uit angst dat je het niet goed doet en dat je dus de verantwoordelijkheid neemt over leven en dood van andere mensen. Dat vind ik echt heel moeilijk. Dat gaan doen en daar die drempel over, dat is wel echt een overwinning geweest. En anderzijds, wat een ellende is die hele corona... Ja, maar vooral ook in dat gebied waar jij hebt gezeten, in de ouderenzorg. Ja, ik weet nog zo goed dat we dan dat ze een bericht hadden gehad dat het niet de bedoeling was om mensen überhaupt nog in te sturen naar het ziekenhuis. Nou, doe je dat in het verpleeghuis, moet je daar sowieso altijd wel goed over nadenken of dat nog zinvol is. Hè. Het zijn meestal toch wel heel erg kwetsbare ouderen en als je die naar het ziekenhuis stuurt... dan is een behandeling maar vaak ook al zo invasief dat dat ze dat ook niet overleven. Dus het is heel die balans moet je altijd wel zoeken, maar om het van tevoren al te horen dat dat dan niet de bedoeling is... en om te weten dat er in het verpleeghuis niet voldoende beschermingsmateriaal is op dat moment... Hè, was ja, toen, die, zeker ja. Die eerste golf was echt zo... je komt werk, maar eigenlijk wel een beetje op eigen risico... Toen woonde ik nog in Rotterdam, in mijn eentje in de flat. En ik dacht, kom wel goed. Ik ben jong en gezond. Goed, dat weten we inmiddels ook al lang. Dat ook jonge en gezonde mensen zeker. Ernstig ziek worden. Maar toen was dat nog een beetje niet heel erg bekend. En toen zei ze, je komt hier wel werken. Maar weet dat je misschien niet altijd beschermd kan worden.
Met een mondkapje, een juist mondkapje en met handschoenen en een schort en een pak aan, zeg maar. Want er is gewoon te weinig materiaal en we hebben het gewoon hier niet voor handen. En het wordt gewoon niet, ook niet geleverd. Dus daar, ja. Voor dat één? Ja, toen vond ik het wel een beetje spannend worden. Maar het bleek dat ik toch gewoon daar, als ik echt bij een verdenking corona-positieve patiënt, dan kreeg ik gewoon de beschermingsmaterialen zoals ik ze wilde. Of zoals ze beschikbaar waren. En dat was gewoon echt wel met de goede maskers, met de goede lange schorten. En dat was voldoende inderdaad. Ja. En ik heb in die periode zelf in ieder geval geen corona opgelopen. Wat eigenlijk best wel... Ja, bijzonder. Ja, aan de andere kant in het ziekenhuis hebben er ook niet heel veel mensen die echt beschermd zijn geweest, corona opgelopen. Dus het is dan... Ja, dat klopt. Maar ik vond dat inderdaad even spannend. En ze hadden inderdaad voor de rest, het was echt bij verdenking gingen ze dat doen, maar voor de rest helemaal niet. Ja. Terwijl dat virus, dat ging zo snel overal rond. Ja, het was wel echt doffe ellende. Maar toen zat je ook nog deels als coach bij de JBN, toch? Ja, alleen ik had toestemming gevraagd aan de JBN om dit te mogen doen. Omdat ik thuis mijn trainingsschema's aan het maken was voor die gasten. En, ja, en welke leeftijd? Want ik weet het allemaal. Ik had voor die periode, voor het begin zeg maar, opstarten twee jonge sporters onder me gekregen. Degene die net naar Papendal kwamen. Joanne van Lieshout en Elin. Ja, kan je niet helpen. Ik weet ook niet. Ja, supergoed Grietje. Ja. Tot 57 kilo zit ze in ieder geval. Ja. En Joanne hebben we al vaker teruggehoord, zeg maar. Ja. Want die doet supergoed. En Eden heb ik eventjes niet zo goed in beeld, moet ik nu zeggen. Want ik ben er echt wel heel erg uit. Ja, je bent echt... Heel raar is dat. Ja, maar het is grappig. Ik stel je één vraag en ik hoor direct... Dokter Elisabeth, dus de arts, die is aan het woord. Je bent echt in een andere wereld gestapt. Klopt dat ook voor je gevoel of niet? Ja. Ja, en want je werkt niet meer in Capelle. Nee. Je werkt nu hier in Zeeland weer, hè? Ja, ik mocht uiteindelijk ook daar eventueel functioneren. Maar het was meer zo dat dus ik ging de overstap maken. Ik had bedacht, oké, dat coachen... ik voelde me op dat moment absoluut niet op mijn plek. Nee. Dus daar wilde ik uit. En ik vond het jammer voor de judoka's. Ik vond het heel leuk om met hun samen te werken. Maar ik voelde me op dat moment gewoon daar niet op plek. En toen ben ik, heb ik gewoon gekozen. En dan dacht ik, nou, dan gooi ik het hele roer om. En dan ga ik terug naar wat ik eigenlijk altijd al wel wilde. En dat is terug naar mijn familie in Zeeland. Maar op dat moment was daar gewoon... Ja, ik had daarvoor een partner. We hadden samen een huis in Rotterdam. Hij was een sportschool begonnen. Waar ik een judovereniging... Waar ik heel graag aan bijdroeg. En dat ging over. Maar ja, toen had ik daar mijn werk nog. Zeg maar. Dus je bouwt daar een sociaal leven op. En toen dat ineens allemaal er niet meer was... en ik ook geen eigen huis had, maar een flat die ik huurde... en ik ook geen relatie meer had... en ik eigenlijk dacht, ja, mijn vrienden... er wonen nog best wel veel vrienden daar. En ik vind het ook super fijn om daar te komen. Dat voelt ook nog steeds wel een beetje als thuis. Maar dat, ik dacht, ja, nu is het mooi... en nu is het gewoon echt een mooi moment. Ik ga terug naar Zeeland... waar gewoon mijn roots liggen. Terug naar Middelburg, wat ik echt een hele mooie stad vind. En daar weer dicht bij mijn familie. Hier, ik ben al heel lang weg hier. Sinds mijn 17e ben ik uit Middelburg weg. Dus mijn vrienden, ja, die wonen niet hier. Er zitten er een aantal in Goes. Die ik nog ken van de judo ook. En voor de rest in Rotterdam in de buurt. En ook wel verderop in het land natuurlijk. Hè, Maar ja, dat ga ik dan hier wel weer opbouwen, dacht ik. Komt helemaal goed. En ik gooi gewoon het roer om. Ik ga dat doen en ik ga ook hier werk zoeken. En ja, zodoende ben ik dan in het verpleeghuis terechtgekomen. Maar was het makkelijk om hier dan zomaar als arts weer aan het werk te komen? In het verpleeghuis is er echt zo'n... Nou, überhaupt in de zorg. Maar in het verpleeghuis is er echt zo'n tekort aan artsen ook. Dat... Nee. Daar kon ik ook een beetje kiezen, zeg maar. Dat is misschien een beetje gek gezegd, maar ik kon dus in Rotterdam sowieso blijven. Als de vraag is, dan heb je meerdere mogelijkheden. Ja. Ja,
Ja, maar je moet ook wel een beetje capabel zijn, denk ik dan. En daar heb ik nog steeds zo'n beetje mijn twijfels over. Maar goed. Maar is dat niet een eigenschap van je? Dat je jij wil alles 100%, 300% goed doen. En dat je dus altijd wel een beetje twijfelt over wat je ook doet. Ja. Ja, dat ben ik bang van wel, ja. Ja, ja maar ja, ja. Ja, weet niet. Ik weet wel een beetje. Maar ik zit maar een beetje te vroeten. Ja, ik ken je niet heel goed, maar ik ken je inmiddels wel zo goed dat ik, weet je wel... Nou ja, ik wil graag... Kijk, als je ergens met mij over gaat praten waar ik verstand van heb, geen enkel probleem. Dan vuur in de ogen nu, mensen. Vuur in de ogen, jawel. Ja, maar dan is het ook makkelijk. Maar als ik denk dat ik er niet genoeg van weet, ja dan ga ik niet het hoogste van de toren blazen. Nee. Dan, want... Ja, dat is. Dan kun je alleen maar keihard vallen, denk ik dan. Ik weet ook niet waarom ik daar dan weer bang voor zou zijn. Maar het gaat er meer om dat ik wel voor mezelf het gevoel heb. Je hebt nu een bepaalde verantwoordelijkheid. Nou, ik weet niet of ik dat. Of dat echt iets is wat ik nu al aan kan. Ja. Het mooie is. Dat voelde ik bij de Jurebond ook wel een beetje. Maar daar voelde ik me niet genoeg gesteund, zeg maar. En nu heb ik dat weer, want dat hoort bij mijn persoonlijkheid. Maar nu voel ik wel echt... Je komt wel in een leeromgeving terecht. Dus je hebt supervisor altijd. Dat had ik bij het UWV ook. Daar voelde ik me op een gegeven moment wel echt vertrouwd en zeker. Hè? En dan moest ik stukken inleveren die naar de rechter gingen. Hele argumentaties waarom ik vond dat mensen... toch wel of toch niet arbeidsongeschikt waren. Ja, het is zo. Ja, dat is je job op dat moment, ja. Ja, maar daar voelde ik me op een gegeven moment wel zeker van. Had ik ook wel de lef om daar me over uit te spreken. Maar ja, omdat je gesteund wordt... omdat er iemand naast je die je van feedback voorziet... en steeds meer pak je je eigen dingen, zeg maar... pak je meer verantwoordelijkheid en nog meer. En dat idee heb ik nu ook wel, dat ja, ik bedoel... Maar ik merk dat iemand naast je, supervisor, boven je misschien wel... die jou steunt in datgene waar je doet, waar je op terug kan vallen... waar je altijd kan zijn om of naartoe kan om te vragen, hulp vragen. Dat heb je dus gemist bij de Jurebond. Haal ik uit dit verhaal in de tijd dat je daar werkte. Voor mijn gevoel... heb ik dat inderdaad gemist, ja. Ja, ja. En ik heb daar nooit een hele een evaluatie en een analyse op losgelaten, hoor. Dus, nee. Als je daar meer van zou willen weten, dan heb je natuurlijk ook de. Nee, de andere kant nodig. Zeker, zeker. En dat was ook een gekke periode, want het was ook precies zo'n beetje voor de coronaperiode dat ik er kwam, vanaf oktober 2019. En in die coronaperiode, en het was een hele gekke periode. En voor mijn gevoel op dat moment heb ik dat echt wel gemist, waardoor ik eigenlijk gewoon de overstap heb gemaakt. Ja, precies. Ik voel me daar niet. Ja, want het coachen aan zich is wel jouw ding. Ja, en dan niet zozeer dat ik daar bewust mee bezig ben, maar je voert met mensen toch ook vaak wel gesprekken en dat ze ergens tegenaan lopen en dat je dan door vragen te stellen bij mensen bepaalde bewustwording creëert. Dat vind ik echt super interessant. Ten eerste gewoon omdat ik het interessant vind om erachter te komen wat er dan bij diegene speelt. Mm-hmm. Dat vind ik super interessant. En ten tweede omdat je dan misschien achteraf ook nog wel kunt zien dat ze er eventueel zelf zoiets van... hey, dat je ook ziet dat er bij hun een lichtje eraan gaat of zo. Ja, maar ik vind dat gewoon... dat vind ik wel heel erg leuk. En dat kun je op alle vlakken natuurlijk doen. En judo is dat... Want je zei, ja, je bent nu vooral arts. Ja, omdat ik niet mag judo, ja. Maar als ik mag judo, dan ben ik gewoon keihard judoka. Ja. Maar ja, dat mag gewoon niet. En daar ben ik wel een beetje gefrustreerd van, hoor. Vertel nog eens wat je zei toen ik jou vroeg of dat je dit gesprek aan wilde. Wat zei je toen? Dat is eerste. Ja, ik dat zeg, dat is helemaal prima als we daarna maar wel mogen stoeien. Dan. Als we daarna maar even een rondje mogen stoeien. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, nee, maar dat klopt. Nou ja, goed, dit is heel herkenbaar. Want ja, weet je, ik heb dat pak ook sinds december...
zien hangen, maar niet meer aangehaald. Zeg maar. Hey, kijk, en jij kunt dan misschien met je zoon nog wel eens een keertje rollenbollen, omdat je thuis de beschikking hebt over de mat, dat weet ik niet. Maar, ja, maar weet klein je, stukje, zo, ja. Dat bedoel ik. En een beetje rollenbollen kan natuurlijk, en dat klinkt een beetje stom, maar dat is gewoon spelen. Ja. Dat snapt iedereen. Iedereen snapt dat spelletje die je naar huis hebt. Ja, daarom. Dus ik dat mis ik gewoon enorm. En dat heeft ook impact op hoe ik me voel, zeg maar. En misschien ook wel impact op de toon van het gesprek. Dat zou best wel goed kunnen. Ja, maar heb je dan een andere uitlaatklep? Of is het bij jou echt judo? Ik heb vanmorgen in het zoute water gelegen. Als uitlaatklep, zeg maar, om te zwemmen. Maar heb jij zo'n lichamelijke uitlaatklep naast judo? Ja, ik moet wel sporten, want dat geeft sowieso een soort boost. Hè? Ja, ja. En als ik niet sport, eerlijk is eerlijk, maar dan loop ik alsof ik morgen een nieuwe knie nodig heb, serieus. dat ziet er ook gewoon niet uit, maar dat merk ik heel goed. Dus dat heeft twee kanten en twee functies die ik gewoon echt ook moet volgen. Maar zo'n uitlaatklep als dat echt helemaal gaan? Nee. Dat heb ik met judo. Ik heb wel, en wat is dat, wat is dat in judo? Wat voor jou dan, hè? Het mooie dat je iemand kan foppen. En dat je dus bezig bent dat je aan het bouwen bent. En dan vind ik het grondstoeien in dit geval veiliger nog steeds. Ja. Steeds meer veiliger, zeker met die knieën. En dat je met oudere, grotere mensen. Ja, en dan iedereen wordt stijver en lompen en weet ik veel. Maar het, zowel bij het grondwerk als het staande werk iemand foppen. Op het juiste moment in de juiste positie terechtkomen, aanvoelen. En dan, ja, je helemaal ook leegknokken. Echt ook als je in een houtgreep ligt, je helemaal nog proberen ergens uit te werken. En met het momentum en ook de kracht die je nog in je hebt. Als het nodig is, liever natuurlijk niet zo weinig mogelijk kracht. Maar aan de andere kant hoort het er ook altijd wel een beetje bij. Op het juiste moment nog weten weg te draaien. Of juist jezelf in een bepaalde gevaarlijke positie brengen. Juist om hem daarna te kunnen overnemen. Gewoon dat hele spel, dat is zoiets fantastisch. Zeg maar dat mis ik heel erg. Echt, en ook jezelf helemaal leeg knokken gewoon. Ja. Dat hoor ik nog steeds. Ja, nu hoor ik weer de echte judoka. Die de echte wedstrijd judoka ook. Nou, ik weet niet of dat wedstrijd judoka. Want wedstrijden gaat om winnen. Daar ben ik achter gekomen. Ik denk niet dat ik dat. Ik denk wel dat ik dat ooit vroeger had. Maar ik denk eigenlijk niet dat ik daar heel erg wel bij vaar, zeg maar. Ja. Dus dat nou echt iets is wat bij mij altijd. Het gaat me echt om het spelletje. Ja, ja. En als ik kan namelijk ook heel erg genieten van een keigoeie worp, zeg maar. Als ik een knal krijg. Ja. Ja, dat is wel even. Dat is wel balen natuurlijk. Denk je, shit. Maar het is ook. Maar die andere had dat momentum waarschijnlijk op dat moment. Dat is toch fantastisch. Ja. Nee, ik herken dit heel erg. Ik zou dan, wat dat betreft, als ik nu zo kijk naar judo, dan denk ik, dan zou het toch nog veel mooier zijn als je gewoon ervoor gaat dat je alleen maar dat je zoveel mogelijk scores weet te maken. En dat een ippon niet meteen betekent dat het klaar is. Ja. Want dat is zo, zeg maar, waardoor je, dat is nu zo, waardoor je altijd gewoon heel erg behouden, misschien wel, ik in ieder geval wel, bang om te verliezen. Behouden gaat judoën. Ja, en als je dat niet doet, dan kun je ze wel keiharde knal krijgen als dat het heel mooi gaat. Maar ja, ik bedoel, als het gaat om winnen, om topsport, dan gaat het om winnen. Ja. Dan heeft het niks meer alleen te maken met judo aan zich, met het spel, met hoe het bedoeld is. Dan heeft het gewoon te maken met winnen. En dan kun je net zo goed bij wijze van spreken iedere sport doen. Want dan gaat het om het winnen. En dan moet je het eigenlijk heel tactisch spelen. En heeft dat ook niks meer te maken met een mooi moment uitkiezen. Maar geniet jij dan, als je wedstrijd judo kijkt, ook meer van de wat meer ongedwongen judoka's die erin klessen en die de heup brengen en maar proberen te zoeken voor dat punt? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dus ja. Hetgene, kijk, zoals Henk eigenlijk altijd is geweest qua judo. Henk Grol inderdaad. Ja, weet je,
daar van dat gewoon iemand heel erg onder druk zetten en gewoon laten dat hij echt moet komen, zeg maar, en dan hem neerkwakken. Ja, dat vind ik wel, dat ik denk, ja, dat is wel lef hebben, zeg maar. En zoals hij nu bij die zwaargewichten, dat doet ook. En datzelfde, van dat soort judo, daar ben ik wel, dat vind ik wel echt mooi. Ja, Simeon heeft dat ook een beetje in zich, ja, precies. Het is van, je geeft iemand een punt of je krijgt hem, dat is het een beetje, de alles of niks. Precies. Ja, nee, snap ik, herken ik wel. Dat vind maar ik ook, dat maar vind als, ik dan als, als ik dan als coach zou denken van de... Ja, ben je gek van op die, stoel. Dan denk ik, ja, ben je nou niet goed bij je hoofd? Ja. Want het gaat dus om winnen. Daar is, dat is topsport. Ja. Dus het gaat om winnen. Dus je moet gewoon je klauwen ertussen houden. Ja. En dan kan ik, in dat opzicht kan ik ook wel weer heel erg genieten van zo'n Noël van het End. Die dat dus echt heel erg goed kan, zeg maar. Ja. En... Ja. Over het algemeen, hè? Ja. Dat echt supergoed kan en dan ook nog eens hele mooie scores weet te maken. Vaak als hij zelf onder druk komt natuurlijk. Ja. Dus ik snap ook nooit waarom mensen hem onder druk gaan zetten. Maar goed. Want dat is precies het moment. Ja, dat is dan precies het moment wat hij gebruikt om... Wat was je zelf voor een judoka? Heb ik het over je echte wedstrijdperiode? Nou ja, ik denk dat dat heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt. Hè? Ja. Dus ik begon wel als een vechter. Dus altijd dichtbij. Ten eerste, zo zijn wij bij Geluid opgevoed. Ja, maar je bent begonnen in hier in Middelburg. In Middelburg, bij Geluid. Ja. En wij moesten daar vechten. En je moest altijd je heup brengen. Ja. En anders kreeg je nog net niet met een stok... Dat deden we vrijwillig, hè, want we vonden het leuk. Hè, daar. Dus dan gingen we in dat kotje bij hem in Schoren. Schoren, ja. Oei, nou daar hebben we toch al wat... Maar daar gingen wij gewoon... Dat spelletje, dat was heel leuk. Ben ik ook gefrustreerd weggelopen uit de zaal. Hè, en jankend. En dat ik vond dat het niet ging. Maar ik vond het bleef terugkomen, want ik vond het spelletje heel leuk. Om wel iedere keer die uitdaging aan te gaan. En iedere keer terug die mat om iedere keer je heup te brengen. En iedere keer daarop te reageren. En je mocht pas stoppen als er een van de twee viel. Ja. En dan stopte de aanval. En anders ging je gewoon door met de aanval. Dus het was niet heup indraaien weer terug. En je armen ertussen. Nee, niks ervan. Je armen ertussen. Nee, je armen moesten ontspannen zijn. Ja. Je ging je heup brengen. En laag en draaien. En maar niet op de knieën natuurlijk. Altijd blij. Dus dat was echt vechten. En heel erg reactief. Je moest altijd heel erg reactief zijn. Dat was het doel van... Zo vond hij dat het echte judo, zeg maar, moest zijn. En... Later, dan ging ik naar Jan de Rooy en daar leerde ik echt de technieken. Kon ik ineens een Uchimata maken. Had ik nog nooit van mijn leven gehoord, een Uchimata. Nee. Ushikomis maken, kennen we helemaal niet. Dat deden we helemaal niet. Wij deden heel anders trainen. Dus dat was heel, heel anders. Dan kreeg ik echt een structuur. En dan maak je ook wel weer een ontwikkeling door. Dat je misschien wel een keertje je billen naar achteren doet. Maar dan mochten we nooit. Wij mochten de kont niet naar achteren. Maar dan ga je dat leren dat je daarmee gaat spelen. En ook sturing krijgen dan van, nou ja, wat kun je daar nog aan schaven om niet zozeer voor het spelletje judo, maar meer voor het winnen, zeg maar. En later ging ik dan naar Rotterdam toe, naar Chris de Korte en Marjolein van Uden. En met name Marjolein dan, die mijn coach was. En dan ga je nog slijpen aan voor wat er te slijpen valt, hè. Want bij mij was het ook zo, als ik me heel goed voelde, of als ik iets aanvoelde, dan ging ik dat gewoon doen. En dat zat er dan ook wel een beetje in. Ja. Maar dat is het begin geweest. Dat is dan wel een beetje je Geluid achtergrond, de basis geweest bij Wim Geluid in dat geval. Ja, dat is echt, daar heb je een basis van gehad met een reactie. Als ik tegen Zonnier was bijvoorbeeld, je moest tegen mij, als je vraagt aan mij wat voor judoka ben je geweest, dan zeg ik, als je tegen mij opdrachten gaf wat ik moest doen in een wedstrijd, nou vergeet het maar, ik deed helemaal niks meer. Want daar kon ik in mijn hoofd niet aan. Dus je kon één ding tegen me zeggen. Ja. En bij Zonnier, daar heb ik ongeveer, die Olympisch kampioen 2012 in Londen, daar heb ik 13 keer tegen gejudo'd in mijn carrière. En het enige wat ik op een gegeven moment wist, toen ik onder Marjolein viel al, was hou Zonnier voor je. Want zodra ze aan jouw zijkant komt, van je achterkant, ben je weg. Want dan heeft ze gewoon fantastische worpen, ben je er gewoon niet meer. En dan is ze gewoon, dan kun je ook niks meer. Dus
Hou ze voor je. Dat was de enige opdracht die je me mee moest geven. En voor de rest moest je me niks zeggen over welke hand ik eerst waar moest pakken of wat dan ook. Want als je dat tegen me zei, ja, dan was ik weg. Maar had je waarschijnlijk ook niet nodig, omdat je wel voelde waar voor jou de gaatjes zaten in dat gevecht, of niet? Ik weet niet of ik het niet nodig had, maar ik kon dat gedeelte gewoon, denk ik, niet. En misschien omdat ik wel voldoende judo-talent had, ja, om inderdaad het op te lossen op judo in het vlak. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Dat zou dan kunnen, inderdaad. Ja, dat zou kunnen. Ja. Nou, dat is grappig. We lopen ook gelijk. Of eigenlijk hebben we nu heel je. Hoe je begonnen bent en hoe je, waar je bent geëindigd, zeg maar, bij Marjolein. Want dat is ook je laatste coach geweest, ja, volgens mij. Hebben we in vogelvlucht gedaan. Maar volgens mij ben je op je 17e of zo naar Jan de Rooij gegaan. Ja, ja. Maar dat betekent dat je woonde in Middelburg in die, ja, tijd. En was dat je, toen ging je naar Jan de Rooij. Maar ging je daar wonen volgens mij ook in Goorland, ja, toch? Ja, ik wilde iets met judo en dan moest ik weg hier. Ja. En toen zei toen hebben we gekozen, nou, we gaan zoeken. Want hier was gewoon niet meer voldoende voor mij. En judo die je toen alleen nog hier? Of judo je toen ook al ergens anders? Nee, ik judo'de alleen bij Geeloed. Ja, en dan hadden we natuurlijk, volgens mij hadden we toen ook al nationale training in Nieuwegein. Maar ik judo'de alleen bij Geeloed. En daar was niet meer, ja, daar, ik had niet het gevoel dat ik daar nog verder kon groeien. En toen hebben mijn vader en ik gezocht naar iets anders. En zijn we terechtgekomen bij Jan de Rooij. Omdat ik daar toch al wel, weet je, je zit tijdens het toernooi. Toen hadden we echt nog veel toernooien, hè, André. Ja. Ik weet niet, maar toen gingen wij in het weekend naar twee toernooien toe. Dan gingen we zaterdags naar Breskens en zondags gingen we naar Mierlo of weet ik veel waar. Ja. En je had gewoon heel veel. En dat deed je ook nog als 16, 17-jarige. Ging je dat soort dingen ook nog doen. Ja. Maakt voor de rest niet uit. Maar daar zagen we natuurlijk al die andere trainers van andere dingen. En Jan de Rooij, ik had altijd verrekte moeite met zijn judoka's, daar kon ik eigenlijk nooit zo goed mee. Ja, die waren gewoon net even wat handiger op tactisch vlak. En of ja, gewoon net even wat handiger. Ja, ze konden en judoën en ze hadden ook nog dat extra stukje tactiek, ja, waarschijnlijk. Ja. Ja. Dus ja, daar kon ik gewoon niet zoveel mee. En toen hebben we gekozen om daar naartoe te gaan. Waarbij Jan de Rooij en zijn gezin, ja, met zijn drie kinderen, zeker, hebben mij in huis genomen. En ik heb een jaar lang bij hun in huis gewoond. En dan ging ik in het weekend wel, als het kon, zeg maar, als er geen toernooien waren of geen dingen, dan ging ik naar mijn ouders. Ja. En door de week ging ik daar VBO doen. School. Ja, 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 ja. En want je zus hebben ook, je hebt twee zussen, maar ze zijn allebei, hebben ze een 1K-medaille ooit gehaald, weet ik. Ja. Maar je jongste zus, Marleen, die heeft toch ook bij Jan de Rooij gedood? Maar die ging niet mee. Ja, die was jonger natuurlijk. Dus die dat was ging pas 6 later. Jaar jonger dan ik. Die, ja. Dus ik was 17, maar zat zij nog op de basisschool. Ja, dat is allemaal later. Ja, dat is allemaal later gegaan. Toen woonde ik inderdaad ook, maar toen woonde ik al op mezelf inmiddels. En toen is zij ook aangekomen. En toen heeft ze ook een tijdje, zeg maar, met mij in een soort, ja, studentenhuis gewoond achterin. Ja, precies. Ja. Zo zit het. Ja, zit zo'n, ja, dat is altijd, als je weer ouder bent, is dat lastig om die grote gaten te zien. Maar 6 jaar is gigantisch op die leeftijd. Ja, op die leeftijd zeker. Ja, dat is echt, echt gigantisch. Ja. Hey, je noemde niet in een bijzin, want dat klinkt onaardig, maar je noemde hem wel, je vader. Hoe belangrijk zijn jouw ouders geweest voor jouw judo-carrière? Of voor jullie judo-carrière? Ja, ik wou net zeggen, nou, ik, ja, kun je daar een waarde aan geven? Weet ik niet. Maar als je niet die ouders hebt zoals wij die hebben gehad, die ons dag in dag uit, iedere, want wij er waren 3 trainingen in Middelburg. Mm-hmm. Maar de andere 3 trainingen waren in Goes. Ja, en, 20 en kilometer. Ja, en dan was er nog een. Nog de training en de wedstrijden en de training in Nieuwegein en de wedstrijden overal in het land. En dan heb je dus 3 kinderen op judo en dan heb je nog 1 jongen op voetbal waar je ook bij wil gaan kijken. Dus dat was, ik heb geen idee hoe ze dat hebben gedaan. Waar, als je nu vergelijkt met de ouders van nu die dat heel moeilijk vinden, dan denk ik, ja, ik weet niet hoe mijn ouders dat vroeger hebben gedaan, maar die reden ons alle 4 op verschillende momenten overal naartoe. Ja. En die hebben ons altijd door dik en dun gesteund. En dan gingen we ook nog
Hadden we ook nog allemaal muzieklessen. En we moesten ook voor school nog van alles doen. En ja, ik heb geen idee hoe ze dat deden. Maar die zijn, zonder hun heb je niet, kan je niet datgene doen als wat ik heb gedaan. Nee, en dat betekent eigenlijk voor elk kind die ambitie heeft, die heeft... Je hebt ook... Een sterk thuisstand achter zich je nodig. Je hebt ouders nodig die jouw ambitie steunen. Ja. En die daarin... En dan heb je natuurlijk de ouders die... weet je wel, die eigenlijk het leven leven wat ze zelf hadden willen doen. Zeker, zeker. Dat je daar die druk van ervaart. En dat heb ik niet ervaren. Niet altijd in ieder geval. Want in de beginperiode nog wel eens, maar later niet meer. Zeker niet meer. Maar dan heb je ook... je hebt de ouders die zich ergens nergens mee bemoeien. En dan merk je ook, ja, dat zie je... Voor al die topsporters die het halen... Ik kan me niet voorstellen dat er ouders zijn die zich... Het eigenlijk niet zoveel kan schelen. Nee. Dat er van die topsporters die het halen dan, hè? Nee. En werd er bij jou, en dat vind ik altijd mooi... werd er bij jou geëvalueerd in de auto op terugweg van wedstrijden? Oh, ja, vast wel. Nee, maar goed, ik weet hoe dat soms... Ik hoor wel eens wat als... Ik ben natuurlijk als coach ook van alles tegengekomen. Ja. Een bakje thee, ja, lust ik nog wel. Ik ben als coach ook van alles tegengekomen. En nou ja, goed, er is één coach in principe. Die gaat over het traject. Zeker als ze op wat hoger niveau zitten. En dan heb je papa en mama. En ik riep altijd als coach, riep ik... Papa en mama moeten ondersteunend zijn. Dus die doen... Het klinkt altijd een beetje oneerbiedig. Die zorgen voor het reizen. Moet je Kim van de Race praten. Die zegt dit er. Ouders, zegt hij, je kunt niet met ze en je kunt niet zonder ze. Dat is echt gevleugelde uitspraak. Ja, maar dit is dus wat het is. Ja. Dit is wat het is. Precies. Maar ze moeten enorm offeren. Ik heb ooit een boek gelezen. Offeren, ja, inderdaad. Maar ja, weet je wat het is? Volgens mij heb je ervoor gekozen om... om een kind, nou ja, je krijgt ze niet zozeer, maar om daar dus voor te gaan. En dat dan je het geluk hebt dat je er ook eentje krijgt. En als het dan gezond is, helemaal mooi. Maar daar heb je wel voor gekozen. Als het goed is, heb je erover nagedacht wat voor consequenties dat heeft voor je leven. En dat je dus, dat dit dan dus voor jou het allerbelangrijkste is. En dat je daar dus alles voor opzij moet zetten. Ja, ik ben het wel met je eens. Ja, ik heb ook twee gasten rondlopen. Wij hebben ook altijd van alles geprobeerd. Mijn vrouw ging vaak met Tessa rijden naar Hoogvliet 2-3 keer in de week. En ik stond in de zaal omdat ik andere judoka's had die dat niveau nog niet hadden, zeg maar. Dus dat is heel herkenbaar. En in de weekenden ging ik dan weer op stap met wedstrijden. Had ik dan het geluk dat ik ook nog langs de mat stond, omdat ik andere judoka's ook nog had. Ja. Maar goed, ik snap wel wat het kost gewoon offeren. Heel veel. Het is offeren, en ook voor ouders die... waarbij dat judo-spelletje eigenlijk niet hun spelletje is, weet je wel. Een kind rolt soms in een sport waarbij jij denkt van, hoe kom je nou... Ja, gaat met een vriendje mee naar sport, vindt het geweldig, blijft hangen in judo, terwijl jij zelf de tennisser of de voetballer bent. En die zijn er ook gewoon genoeg, zeg maar. Ja. En ja, dan moet je er ook die energie in durven blijven steken. Ja. En dat is wel eens lastig, denk ik. Ja, nou, en dan geloof ik ook. Ik denk dat de tijden wel veranderd zijn, want... Ja, weet je, we ervaren ergens toch wel heel erg druk. Ja. Van alles in ons leven. Nou ja, iedereen moet altijd alles natuurlijk. Over te vertellen, ja. Dus dat snap ik eigenlijk wel. Maar ja, ergens denk ik ook, ja, ik weet ook niet waarom was het dan vroeger niet dat je daar zo over nadacht. Maar werd dat gewoon gedaan, omdat het gewoon tot je plicht wordt of zo. Ze zijn er natuurlijk nog steeds, weet je wel. In de huidige tijd zijn er nog steeds ouders die op dezelfde manier gedreven met hun kinderen het traject bewandelen, zeg maar. Ja, en zeker als ik zo kijk naar die ouders van bijvoorbeeld in die Godschalk, dat is toch ook bijzonder. Ja. En wij moesten dan naar Nieuwegein rijden, maar zij moeten helemaal dat pleurenzend naar Arnhem. Ja, dat is nog 3 kwartier verder, hè? Ja. Of een half uur, hallo. En dat is ook weer een half uur terug verder, hè? Ja, het is 2 uur sturen als je geen files hebt. Precies. Als je geen files hebt, dan hebben ze ergens bedacht dat we in het weekend geen nationale training meer doen. Hè? Want wij vroeger nog konden we lekker in het weekend naar Nieuwegein crossen, weet je. Had je zeker geen files, bij wijze van spreken. Of er moest iets gebeurd zijn. Nee, nu doen ze dat ook nog eens door de week. Om 6 uur moeten die gasten daar zijn. Ja, dat... Het klopt. Het maakt het niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Nee, absoluut. Ik heb daar heel veel bewondering voor. Als je dat als
Ze het weten te organiseren als ouder. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Absoluut. Hey, ergens in het begin liet je nog weten of horen. Je had het over, ik ga terug naar Zeeland. Want daar zit mijn familie. Een hoop van mijn vrienden zitten daar niet meer. Want hallo, ik ben al zo lang de provincie uit. Ja. Een groot gedeelte van je vrienden zitten nog in Rotterdam. Ja. Daar zit ook eentje van die vrienden staat nog, vriendinnen in dit geval, denk ik, staat nog steeds op de mat. Je hebt meer vrienden en vriendinnen, maar als we het hebben over de bende van vier, zoals die ooit bekend is geworden. Ja. Edith Bos, Carole Uylenhoed, jij en Marine Verkerf. Ja, zeker. Hoe kijk jij nou naar die dat zij nu de Spelen niet gehaald heeft? Dus naar het laatste kwalificatietraject. Ja, weet je, als ik ook ergens... Ik krijg er ook wel een beetje kippenvel van. Ja, want mag. Als ik toch ergens wel heel erg veel bewondering voor heb... dan is het wel hoe zij al die tijd... vanaf het moment dat we haar eigenlijk kennen... bezig is met perfectioneren en... met doorzetten en met het bereiken van wat ze graag zou willen bereiken. En ze is wereldkampioen. Ze is tweede van de wereld. Ze is derde van de wereld. Ze is Europees kampioen 4 keer. Ze heeft de European Games gewonnen. Het is echt bizar wat ze allemaal heeft gehaald. En ze heeft nog geen Olympische medaille. Ik hoop oprecht dat dat nou niet hetgeen is wat bij haar zal blijven hangen. Want als er nou één iemand echt een gigantische topsporter is, dan is zij het, zeg maar wel. Dus hoe ik daarnaar kijk is met enorm veel bewondering, met heel veel ook wel heel veel liefde. En ook wel heel veel verdriet dat hetgene dat ze... Ja, dat was wel haar. Dit is haar doel geweest. Ze wil medaille op de Olympische Spelen. Dit is, die wil ze ook nog. Dan heeft ze op alle toernooien een medaille gehaald. En dat gaat ze dus niet halen. Dat is voor haar uiteraard het meest pijnlijk. En als vriendin voel je dat ook. Ja, maar jij hebt ze wel. Op alle toernooien? Ja. Van andere kleuren en misschien minder. Maar je hebt ze wel. Op alle drie de grote toernooien. Ja. Maar ja, dat is nou eigenlijk helemaal niet waar ik aan dacht. Maar het is een feit. Ik voel wel... Ja, je voelt als vriendin gewoon wel... het ook wel een beetje dat verdriet mee. Ja. Van het dus... ook niet meer kunnen halen. Dus het is niet zozeer van dat je het dit keer niet haalt. Nee, ze gaat het niet meer halen. Nee, ze is te oud. Ze kan niet nog een cyclus waarschijnlijk. Nee, ik weet ook niet of dat verstandig is. Nee, maar goed, het is ook klaar dan. Dat snap ik ook wel. Ja, dat denk maar ik. Maar zij heeft natuurlijk een fantastische carrière. Ja man, jeetje, ik weet nog in 2009 natuurlijk. Ja, dat was voor mij ook helemaal geen slechte WK op zich. Werd jij tweede? Maar in Rotterdam was het natuurlijk fantastisch. Ik was erbij. En zij wordt gewoon als fucking broekie... Ja, wordt ze natuurlijk op een fantastische wijze... dat ze echt de top van de min 78 gewoon eraf knalt. Wordt ze gewoon kampioen. En ik weet nog, en dat we gingen Jonas langs het hele langs het publiek, joh. Dat is toch, dat was echt wel. Dat was zo mooi om mee te maken. Hmm. Ja, en dan, dat is de keerzijde dan. Of dit is dan nu. Ja, want dat was een beetje haar doorbraak op het allerhoogste niveau. Ja. En toen zat jij in je top, denk ik. Ja, toen zat ik er. Toen was ik al... Ja, een soort ik was je aan het aftoppen? Weet ik nog niet. Ik denk, zilver op het WK aan het aftoppen? Durf je dat te zeggen? Oh, ik word zelf gebeld. Heel spannend. Ja. Het is die andere meneer van de podcast. Oh, Pimmy. Ja, ik neem hem even op. Ja, tuurlijk. Ja. Pim, ik zit met Elisabeth in de podcast. Dus ik weet niet waarom. Maar hoi, Pim. Ik ga je zo terugbellen. Is dat goed? Oké, jongen. Hoi. Ja, dat is toch mooi, hè? Hij weet dat ik hier zit, maar gaat hij me toch testen of mijn telefoon heeft uitgezet. Verdorie.
is die andere podcastvriend. Nou ja, bereid maar. Maar nee, we hadden het over jouw zilveren medaille nu even snel. We waren met Marinde bezig. Ja, ik weet niet of ik toen aan het aftoppen was. Maar een jaar later was dat wel begonnen, ja. Ja. En laten we wel wezen, ik was pas 27 toen ik voor het eerst naar een EK ging, hè. Ja. Ik weet niet hoe oud Marinde was toen ze wereldkampioen werd. Maar dat, durf ik niet te zeggen. Dat was 2009 en ze is volgens mij nu 36, 35. Zoiets. Nee, ze is... Ja, 35. Ja, kan jij beter zeggen dan ik. Parate kennis. Nee, dat weet ik ook niet. Dat hadden we Pim voor nodig. Pim had dat waarschijnlijk zo geroepen. Je hebt het te snel weggedrukt. Ik heb het te snel weggedrukt. Ja, ja. Precies. Nee, maar goed, ze was heel jong daar inderdaad. Ja. Dat klopt, ja. Ja, dus toen was ik in 2009, was ik gewoon al 31. Ja. 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 31, klopt dat? Ja. Ja. Dus dan ben je gewoon oud, hè? Ja. Maar ja, toen had je het jaar daarvoor had je brons gepakt op de Olympische Spelen. Ja. En toen ben je later nog een keer naar de Spelen gegaan. Maar nee, Beijing eerst. We hebben het er nooit over gehad, maar ik heb het wel gelezen. En jij was daar de beste van het veld, zei hij altijd zelf. In 2008. In Beijing. Ja. Voor je gevoel was er geen betere judoka dan Elisabeth Willeborsen in 2008. Je verloor in de kwartfinale van een of andere Noord-Koreaanse, waar je waarschijnlijk nog nooit tegen judo had. Nee, die kwam ook echt uit luchtvliegen. Ik heb geen idee hoe ze heet. Zal ik ze opzoeken? Volgens mij heb ik dat wel ergens staan. Wacht even. Nou, doet er ook niet toe trouwens. Nou, vroeger kon je namelijk nog via allerlei andere rankings natuurlijk daar terechtkomen. Ja, precies. Nou, ik kan me ook niet... Weet je hoe ze heette? Won. Won. Ze won. Mama, ja. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ik gezegd zou hebben, mij kennende, dat er geen betere judoka was. Jij was op je best. Maar ik denk niet dat ik dat gezegd heb, want ik weet namelijk dat Tanimoto, die vond ik echt heel erg goed. Ja. En de Kos vond ik ook echt heel erg goed. Ja. Alleen de Kos die had gewoon die jaren ervoor een beetje pech gehad. Op de momenten dat ze mij in de eerste ronde ergens tegenkwam. Maar ja, dat lukte er gewoon niet om daar doorheen te breken. Omdat ik gewoon fysiek... Ik was zo gedisciplineerd. Ik hoefde niet af te vallen. Want ik was gewoon goed en netjes en klaar. En zij moest altijd... Zij had gewoon de voedingsschema ook niet op orde. Want ze is geen kop groter dan ik. Ook geen paar centimeter groter. Sterker, voor mij is ze iets kleiner zelfs dan ik. Maar zij had echt heel veel moeite met het gewicht. Omdat ze gewoon een beetje chubby was. Ja. Die moest zoveel afvallen. En dan trof ze mij in de eerste ronde. Ja, meid, dan heb je pech. Want ik was gewoon goed. Dus daar kwam ze echt niet doorheen. En ik kon ook wel hierdoor. Ja. Ja, nee, dat is duidelijk. Ik heb je vaak zien judo. Ja, dus uiteindelijk... Maar die waren wel echt goed, hè? Ja. Maar van de anderen had ik niet het idee dat ik daar niet van kon winnen. Maar zit er nog... Je hebt twee Olympische Spelen meegedaan. Waarbij de laatste... In 2012, wat was het, Londen? Ja, daar heb ik nog niet zo lang geleden over gedroomd, hoor. Ja? Ja. Hebben we het opnieuw gedaan? Bedoel je dat? Ja. Dat weet je? Zeven ja, of zo? Meestal, ja, toen ben ik zevende, ja. Ja. Ja, en meestal eindigt dat in ieder geval in dat... Ja, het is allebei die verliespartijen waren gewoon echt heel erg waardeloos. Allebei in de kwartfinale, volgens mij. Ja, die ene was in de kwartfinale en de andere... Ja, allebei in de kwartfinale. Maar ik bedoel, die van 2008, weet je... Ja, dat was gewoon... Ik zat er gewoon echt die dag... was ik gewoon helemaal geblokkeerd van de zenuwen. Ja. Nou, en dan heb ik dat eigenlijk nog goed opgepakt uiteindelijk, na die verliespartij. Maar in 2012 was het niet zozeer de zenuwen, maar was ik gewoon te ongeduldig. En deed gewoon echt iets heel stoms. En als ik dan nu denk, toen was ik fysiek heel goed en judo nog steeds ook gewoon goed. Alleen toen heb ik zoiets stoms gedaan. Ja, daar lig ik nog wel wakker van. En zeker omdat ik dan in de halve finale tegen Zuid-Koreaanse zou terechtkomen in plaats van tegen Ueno. Want Ueno verloor van haar in de kwartfinale. Ja. Ook bijzonder. Ja. En dan zou je eventueel, als je dan doorgedenkt, in de finale tegen Zonuur staan. Nou, ik had daar 13 keer tegen staan, 12 keer van gewonnen en 1 keer van verloren. Dus dat was wel zo een beetje een redelijk goede, hoe noemen we dat?
Een goede balans tegen. Ja. Dus ja, als er één moment was geweest waarop ik dan Olympisch kampioen had kunnen worden, was het wel in 2012 geweest. Maar meer nog als in 2008. Want toen was Tanimoto gewoon, die kon echt heel goed judoën. Ja. Ueno kon eigenlijk niet zo heel goed judoën. Die was sterk en die had die rotlinkse tuitoshi. Maar judoën, maar Ueno, of Tanimoto, die kon echt heel goed judoën. Ja. Echt judo, het spelletje, zeg maar. Hè? Dus ook reageren. Dus actie maar en in je gevoel. Dus op het juiste moment met de juiste dingen reageren, waardoor die ander op zijn rug gaat. Ja, dat kon Tanimoto. En dat kon de Kos trouwens ook. Ik vind het wel bijzonder, ook wel mooi hoor, dat jij 9 jaar na dato Olympische wedstrijden nog judo in je slaap. Ja, dat is niet leuk hoor, kan ik je vertellen. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen dat het niet leuk is. Maar ten eerste vind ik het ook een beetje sneu, sorry. Het klinkt ook een beetje sneu. Ik vind het ook een beetje sneu. En het doet ook, en het is denk persoonlijkheid, ook nog een beetje. Ja, het doet ook gewoon ergens van. Dat is ook wel een beetje pijn. Het gevoel dat je iets hebt laten liggen daar? Ja, tuurlijk, zeker. Daar heb ik daar in 2008 heb ik het niet zozeer. Daar heb ik ook iets laten liggen, maar niet. Weet je? Minder. Ja. Ja. Maar nu, daar heb ik het echt laten liggen in 2012. Ja. Ja, ja. En dat vind ik heel erg, omdat dat dus ook je laatste toernooi is. Ja. En ik kon veel beter. Maar heeft dat ook je direct doen besluiten om te stoppen toen het niet lukte? Of, want je bent ook in die tijd gestopt, maar dat stond al vast. Nou, laat ik zo zeggen. Was natuurlijk in een heftige concurrentiestrijd verwikkeld. En ik denk niet dat de concurrentie mij ooit beter heeft gemaakt. Nee. Heel veel mensen maakt het juist mensen wel beter. Ja, concurrentiestrijd toen was met Annika. Met Brende. Annika, ja. Die later in Rio brons pakte. Ja. Heb je daar wel van kunnen genieten dat die medaille pakte daar nog? Ja, natuurlijk. Ik vind judo gewoon mooi, zeg maar. Dus ja. Dan, ja, goed, het is gewoon een vraag. En als zij naar Londen was gestuurd in plaats van ik, dan weet ik niet. Dan had ik dat ook geaccepteerd. En misschien ook nog wel terecht gevonden. Ja. Ja, want eigenlijk was het een beetje zo'n strijd zoals Marinde nu had met Guusje toen de tijd, toch? Ja. En er zijn steeds van dit soort strijden geweest. Misschien iets minder duidelijk, weet ik niet. Ja, weet ik ook niet hoor. Maar zouden we terug moeten kijken. Maar het was wel zo'n soort strijd ook. Zeker, zeker. Ja. Waarbij we allebei ons gekwalificeerd hadden. En zij eigenlijk gewoon hoger op de ranking stond. Ik een aantal toernooien niet had meegedaan, omdat ik ook op dat moment alweer wat minder belastbaar werd. Hè? 34 was ik inmiddels. Ja. Dus dan ben je ook gewoon minder belastbaar. En ik ben echt nog nooit beter geworden van een concurrentiestrijd. Nee. Want dat geeft me zoveel druk. En dat ik daar blokkeerde ik ook van, zeg maar. Hè? Dat heeft, ja. Nou, ik heb, het is eigenlijk een soort. Het is niet als een nachtkaars uitgegaan, maar zo misschien wel. En dat maakt het ook dat je, maakt het eigenlijk ook wel een beetje jammer. Je afscheid van judo, dat je daar niet. Ja, jij had op je hoogtepunt willen stoppen. Dat snap ik ook wel. Dat is wel fraai. Ja, en ik denk ook dat er had ook gewoon meer ingezeten. Ja, want het is niet dat ik dat niet meer kon. Nee. Want sterker nog, ik stond tegen Ueno en ik had voor het eerst dat ik dacht zo. Jij gaat helemaal niet van me winnen. Dat ik zelfs overmoedig werd. Nou, dat was dus ook meteen de straf. Ik werd meteen voor gestraft dat ik dat idee had. Ja. En dat maakte het ook zo lastig. Zeg maar ik was met Ueno gewoon wel echt. Voor het eerst dat ik dacht, het zat er gewoon helemaal in. Ja, dat is goed. Maak even een breekje, geen probleem. We pakken hem gewoon weer op, Elisabeth. Ja. Jouw volgende interview is onderweg. Dus je hebt een vrije dag. Ik ben al 11 jaar. Of wat was het ook weer al? Net reken 9 jaar. Gestopt. Ja. Ja, dat is bizar, hè? Ja, nee, goed. Blijkbaar is er nog iets wat de mensen van je willen weten. Daarom zitten wij inmiddels ook al een aardig poosje. Ja. Maar ik ga er een eind aan breien. Ja. Desnoods pakken we hem een paar maanden nog wel eens een keertje op. Ja. Hoe zie jij je toekomst in het judo? Oh, dat was echt een vraag die ik echt niet. Die had ik echt niet verwacht. Nee, goed, Nee, je kan zo met zoveel passie over het spelletje spreken. Dus ik blijf
zolang ik dat fysiek kan, en dat zal heel lang kunnen, want stoeien kan volgens mij heel lang, blijf ik zelf sowieso judoën. Dat altijd. Ja. En als er, ja, en voor de rest heb ik, weet ik het niet. Nee. Ik heb echt geen idee. Nee. Maar ja, nee, dat heeft. Nee, maar judo is meer dan Elisabeth als coach. Eigenlijk is het een prachtig antwoord en sluit het heel erg aan op waar we het over gehad hebben. Ja. Jij houdt van het spelletje. Ja. Dus je blijft zelf judoën. Ja. En er zijn voldoende oud-topjudoka's die het pak wel als coach of als scheidsrechter nog aantrekken, maar die we op de mat niet zoveel meer terugzien. Dus, en jij bent dus blijkbaar een echte liefhebber. Ja, ja, echt, ja. Dat dus dat, nou ja, goed, dat is toch prachtig. En dat, weet je waar je dan ook heerlijk, want ik kan natuurlijk hier in Zeeland met mensen wel ook heerlijk judoën, vrij, dat je gewoon een knal krijgt, maar dat je niet door de mat heen gesmeten wordt, zeg maar, waarbij iemand echt bovenop je valt. Ja. Maar gewoon wel vrij judoën, maar dat kun je dus in Japan ook, in de Kodokan. Ja, niet alleen, ik weet niet, ja, in ieder geval in de Kodokan kan dat ook. En dat is echt ook heel tof. Ja. Dus daar zou ik ook nog wel weer eens een keer naartoe terug willen. Ja, want daar ben je, en daar heb ik het niet over gehad, maar dan moeten we het misschien later ooit nog. Daar ben je toen je bent een langere tijd weg geweest. Ja. En in je reis langs allerlei vrienden en vriendinnen uit het judo ben je toen ook een periode in de Kodokan geweest, ja, hè? Ja, ja, ja. Twee jaar geleden of zo? Ja, in 2018 heb ik die reis gemaakt. In 2019 ben ik ook nog een maand teruggegaan. Heb ik die... wat was het ook alweer? Dat was echt heel erg tof. Ook trainer-coachopleiding was dat. Maar dan, zoals zij het bedenken. Ja. Wat eigenlijk is vormgegeven door heel veel gebruikmakend van Nederlandse methoden in trainer-coachschap. Maar goed, het was wel heel grappig. Ja. Het was ook wel heel interessant. En ook de achtergrond van, we kregen echt judo-geschiedenis. En de achtergrond van Jigoro Kano. Van de had jij helemaal niet gehad? Nee joh, tuurlijk niet. Ook ik niet ben opgegroeid met spelletje. Ook niet op Sios? Je hebt nog op Sios ook gezeten. Heb je daar niks mee gekregen? Nee, methodiek hadden we. Oké. Okay. Ja, op Sios heb ik niet zo heel veel judo meegekregen, denk ik hoor. Wel wat, maar... ging niet echt. Nee. Ja, waar het vandaan komt, maar dat weet iedere pannenkoek toch inmiddels. Ja, als je op judo zit, dan weet je het, laat ik zo zeggen. Ja. Hey, en verder gewoon... dokter, hè? Dokter Elisabeth. Toch? Ja, ik zeg wel altijd, ik denk niet dat ik echt dokter ben. Ja, ik ben het wel, maar ik denk niet dat ik ben. Je bent gewoon arts. Ja, weet je, ik werk als arts. Maar dat is iets anders dan het hier voelen dat je het bent. Wat voel je daar dan wel? Ja, ik ben wel judoka, dat wel. Dat voel je wel eens daar. Ja. Maar heeft dat iets met jaren te maken? Moet dat dan rijpen? Weet ik niet, zou kunnen. Want daar had ik toevallig wel een heel fijn gesprek over met een collega van mij. Omdat ik heb net gesolliciteerd voor een opleidingsplek bij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. En toen begon ik daarna weer een beetje zo te twijfelen. Ik dacht, kan ik dit wel? Kan ik het wel, hè? Dat is het dan. Ja, precies. En toen zei die collega, ja, dat is wel even iets wat moet groeien. Want je moet niet meteen van jezelf zoveel dingen verwachten dat je dat allemaal al meteen zo goed kan zoals jij het wil. Dat is echt... Ja, die is weer rond. Daar hebben we het in het begin ook over gehad. Het perfectionistische wat jij in je hebt zitten. Ja. Ja, André, zo is het, hè. Het leven. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt. Leuk gesprek. Tot zover de dokter. We zullen nog wel eens een keer extra met Elisabeth gaan zitten... als daar weer de aanleiding toe is. Jij hebt nooit met de judo, denk ik, hè? Nee, ik denk het niet echt. Ik heb wel een paar keer met op de mat staan, maar voor mij heb ik nooit echt rondoring met echt gereden. Nee, precies. Nou ja, goed. Misschien dat ze wel eens komt binnenwaaien bij ons, bij de senioren. En anders op een andere manier, want ze zal zeker blijven bewegen. Ik heb ook nog even geappt met Hans van Essen, zoals dat gaat. En dan stuurt Hans altijd zijn berichten terug. Ik vroeg aan Hans of dat hij nog iets had richting het wereldkampioenschap. Want daar gaan we een voorbeschouwingetje ook op maken. En tijdens de WK zullen we ook nog wel een podcastje bouwen. Hans had een hele verhandeling over alle Nederlandse judoka's die daar mogelijk een kans maken. Die sparen we even op tot de voorbeschouwing op het WK. Maar we willen internationaal horen wat Hans te vertellen heeft. Dus ik heb
Hans ook nog maar even gevraagd of er nog andere sterke teams op de mat kwamen daar. Ja, dat is een terechte vraag natuurlijk. Ja, met name kijken we toch altijd ook wel naar die Fransen. We hadden het net over dan Kim Polling en Sanne van Dijken. Het is altijd interessant om te zien wat er dan bij die 70 meedoet. Maar Pinot doet niet mee. Wel wereldkampioen Marie FKI, die de titel natuurlijk verdedigt. Ja, en ze hebben op het laatste moment ook Shirin Boukli toegevoegd tot 48 kilo. Voor ons niet zo interessant, maar wel natuurlijk iemand die bij de Spelen toch echt wel bij de top 3 zou moeten eindigen. Ja, dus die Fransen hebben wel weer een heel sterk damesteam met name. Clarisse Agbeck-Nanou doet ook mee aan het WK in Budapest. Malonga doet er mee. Ja, dus dat is gewoon een heel erg sterk team bij de heren. Nou ja, Axel Clerget heeft net deze week afgezegd, dus ja, we houden dan over Marais en Idir die misschien een medaille kunnen pakken. Guillaume Chien zie ik het niet doen, dus nee, daar geloof ik toch niet in bij die heren dat die medailles gaan pakken in Budapest op dat WK. De Fransen, daar heeft hij het in ieder geval over gehad. Er zijn natuurlijk nog veel meer sterke teams, maar heb jij nog iets toe te voegen aan die Fransen? Nee, Teddy René stond niet op het lijstje, dus die doet alleen tijdens de spelen mee. Die staat natuurlijk vrij laag op de wereldranglijst, dus die gaat ook geen punten meer pakken door wereldkampioen te worden. Nee. Dus al die gasten die hoog op de wereldranglijst zijn, die zullen ook met knikkende knietjes bij de loting zitten. Ja, ja. Die kunnen zomaar eerste ronde Henk Grol, Teddy René zijn op het week op te spelen. Ja, dat wordt mooi. Ja, het wordt heel spannend wat dat betreft. Maar dat is terecht, daar heeft het inderdaad niet over gehad. Ik heb nog wat anders aan hem gevraagd, want dit was Frankrijk. Maar ik vroeg ook aan hem of dat er ook nog een sterk Russisch team op de mat kwam. Ja, die Russen hebben natuurlijk altijd genoeg keuze. Ik bedoel, ja, die hebben gewoon een heel sterk team met optimaal. Hè, dus 2 keer 9 judoka's, 9 heren, 9 dames. Ja, die kunnen er wel weer wat neerzetten hoor. En dan laten ze eigenlijk nog hun Olympische team volledig thuis. En dan, ja, dan houden ze nog wel wat over. Dus bij de dames, ja, niet super sterk. Beetje te vergelijken met die Fransen inderdaad. Antonina Smeleva tot 78 kilogram. Kan misschien wat doen in de top 8. Maar daar zie ik het allemaal niet gebeuren. Maar bij die heren hebben ze wel echt wel wat vuurwerk hoor. Dus Abulatse tot 60 kilogram. Dan Jakob Shamilov tot 66. Yatsev. Je ziet er ook wat nieuwe namen in. Hè? Toch wel wat jongens die dus in Kazan heel sterk hebben gepresteerd. Daar een gouden medaille hebben gehaald. Shopanov, Makmakbekov. Ja, dat zijn jongens die normaal gesproken niet in de selectie op zou nemen. Die krijgen nu dus wel de kans, omdat het gewoon allemaal in 1 jaar, nou ja, noem het maar in 6 weken, allemaal samenvalt. Ja, en dan zenden ze toch ook Kazan Kalmuzaev, de huidige Olympisch kampioen, tot 81 kilogram. Lapinagov is heel sterk, dus Frank de Wit die kan nog wel wat, kan zijn borst maar nat maken. En ja, meer 100 kilogram, Arman Adamian, dat was natuurlijk de finalist in Kazan, die een koekje van eigen deeg kreeg van Simeon Katerina, die doet mee tot 100 kilogram. En Tamerlan Bashaev, dat is natuurlijk ook geen misselijke jongen. Lijkt wel een leuk duel met Roy Meij, want het zijn eigenlijk relatief de 2 kleinste in het veld. Hè. Je hebt er een aantal kolossen, maar Bashaev en Roy Meij zijn wel jongens die gewoon kunnen judo. En het zijn relatief kleine judoka's, ja, laten we zeggen 1,85 zoiets zullen ze zijn. Dus wel echt een heel sterk Russisch team. Ja, sterke Russische ploeg is, vooral bij de mannen. Ja, maar ja, ook een eigenlijk compleet ander team als dat ze naar de Spelen sturen. En dat doen de Japanners volgens mij ook. Ja, de Japanners kunnen doen wat ze willen natuurlijk. Die hebben een waanzinnig arsenaal aan judoka's. En als je dan kijkt wie ze allemaal kunnen opstellen. Wel leuk, hè? Ook min 60 kilogram met Genki Koga. Dus zijn vader was natuurlijk Toshihiko Koga. Dus die mag meedoen naast Ryuji Nagayama. Ja, dat lijkt me dan gewoon de topfavoriet tot 60 kilogram. Maruyama natuurlijk, oud-wereldkampioen tot 66 kilogram. Dan hebben ze Hashimoto, ook oud-wereldkampioen. Ja, die lichtgewichten zullen ze gewoon, ik zou toch bijna zeggen 3 keer goud pakken. Ondanks dat het niet de Olympische ploeg is. Dan Fujiwara, was al eens een keer 2e op het WK, min 81 kilogram. Zie ik het niet doen eigenlijk. Nagasawa is een sterke jongen tot 90 kilogram. Maar ik denk dat de mannetje die daar weer in de top 3 gaat komen, Sanshiro Murao, heeft toch wel de techniek in huis. Hij wordt ook echt goed gecoacht door Kosei Inoue. En dan Kokoro Kageura, dat is die zwaargewicht die Riner versloeg bij de Grand Slam in Parijs. Ja, dat zijn echt wel jongens die het moeten gaan doen voor Japan. En bij de dames hebben ze ook gewoon een goed team met Tsunoda, lichtgewichtje, Koga.
Min 48 kilogram is ook een jong talentje. Aisha Shime was ook oud wereldkampioen. Tamaoki en Nabokura, beide wereldkampioen bij de junioren. Yoko Ono is natuurlijk wat mij betreft echt de topfavoriet tot 70 kilogram. Had maar zo Olympisch kampioen kunnen worden. Mami Umeki, Asahina. Nou, het is een heel arsenaal wat Japan stuurt. En ik denk dat het toch wel, 6 titels voor Japan? Jawel, dat zie ik wel gebeuren. Hoor ik daar potverdorie in de 48 nog een Koga? Ja, ze hebben er dus 2. Ja. Net tot 60 en tot 48. Ja, en ik vroeg Hans, ik heb hem nog even snel geappt net. En van, is dat ook een familie van? En dat wist hij niet. Zou kunnen, maar weten we niet. Dus ook daar moeten we ooit nog een keer op terugkomen. Dus de min 48 bij de vrouwen is een Koga. Is dat familie van de legendarische Koga? Wat gaan jullie nou doen met het WK op Eurosport? Want dat is wel belangrijk, want we willen het natuurlijk wel zien. Ja, dat WK in Tokio in 2019, dat was natuurlijk met een behoorlijk tijdsverschil. Hier in Boedapest is er geen tijdsverschil. Ja, en Eurosport zendt dan de samenvatting uit. Zeg maar na het toernooi een uur lang judo. Dat is nog altijd verwennen, zeg maar, voor Nederlandse begrippen. Maar het had natuurlijk graag wat meer gemogen. En zeker live, dat was toch wel leuk om te doen. Hè? Natuurlijk zeker met die wereldtitel van Noah van het End, om daar commentaar bij te doen. Ja, toen waren we gewoon iedere dag live op Eurosport. Dat gaan we wel doen bij de Olympische Spelen. Daar heeft Discovery natuurlijk gewoon de rechten voor gekocht. Dus ja, daar zal ik gewoon iedere dag paraat staan. En gaan we natuurlijk de Nederlanders allemaal volgen. Maar er is natuurlijk heel veel concurrentie van andere sporten. Dus ja, ik kan nog niet precies zeggen hoe dat eruit gaat zien elke dag. Het wordt gewoon ingedeeld naarmate er succes is voor Nederland. Dus laat ze het maar goed doen. Ik zal ze nog een keer motiveren. Oké, dus op Eurosport het WK judo. Dagelijks dus een beetje. Na afloop van de finales gaan ze er blijkbaar iets mee doen, toch? Dat is toch wat je zei? Ze zijn er niet na het hele WK. Op de maandag. Oké, heb ik verkeerd begrepen. Ga ik nog even terugluisteren dan straks. De Olympische Spelen is nog een vraagteken. Maar goed, het Nederlands judo zou toch ook wel bij de NOS uitgezonden worden. Lijkt me wel. Die hebben een sublicentie. Disney heeft het wel. Of Disney, Discovery. Discovery bedoel ik, ja. Dus wat anders is Disney. Discovery heeft wel de rechten, maar de NOS heeft een sublicentie. Dus die mag sowieso wel met daarmee aan de haal. Ze zullen niet veel andere judo laten zien. Alleen de Nederlandse judoka's. Ja. Of er moet iets fantastisch gebeuren. Maar dat verder zullen ze er niet zo heel veel aan doen. Dus we hopen dat Eurosport dan wat meer doet. En anders zullen we moeten zoeken. Op een streampie iets proberen te pakken. Ja precies. Nou ja, goed. Geen laatste nieuws, toch Hans? Nee, ik denk dat we voldoende behandeld hebben. Verder is niet zo heel veel nieuws. Het is natuurlijk een periode tussen de Grand Slams en de WK. En dus niet heel veel nieuws. Ja, iedereen is een beetje op trainingskamp en dat soort dingen. Daar komt niet zo heel veel nieuws vandaan. Dus we spreken de volgende keer wel weer. We houden je op de hoogte. Oké, dankjewel Hans. Pim, tot slot, zoals altijd. Heb jij nog van iemand een judo gekregen in de laatste tijd? In de laatste periode? Nee, ik heb geen man in een pak gezien. Nee, ik ook niet. Volgens mij zijn er, en misschien hebben we knijters van fouten gemaakt. Dat kan best. Maar als mensen ons er niet op attenderen en het zelf niet horen, dan hoeven die niet gegeven te worden. Dus geen judo's. De tip. Heb je wat? Ja, ik kwam een YouTube-kanaal tegen. YouTube-kanaal, ja. Met Japanse tekentjes met de tv erachter. Japanse tekentjes tv, ja precies. Dus niet voor, maken ze geen Japanse tekeningen. Nee. Nee, daar kwam ik de All Japan Championships tegen per gewichtsklasse. Alle wedstrijden. Dus daar zou je ook al wat van die Japanse toppers die naar het WK gaan, die je eigenlijk op de World Tour niet zo vaak ziet, kan je daar al een paar potjes van zien. Ja, met alle wedstrijden in alle gewichten staan daar als losse wedstrijden. Staan erop. Ja, dus je kan uren. Daar kan je een vakantie in offeren, begrijp ik. Ja. Oké, we zullen de link van dat YouTube-kanaal delen voor alle liefhebbers van het Japanse wedstrijd judo. De link zowel op onze sociale media als in de beschrijving van de podcast zullen we hem zetten. En dan kan je zelf daarmee aan de gang. Ik zal ook even gaan kijken wat daar te vinden is. Omtrent onder andere onze Koga tot 48 kilo die in groot vraagteken is of dat de familie is. Ik heb ook een tip.
Ik heb hem al gedeeld. Op sociale media heb ik hem al gedeeld. Vorige week kwam er een nieuwe NOS Olympische podcast online met Sanne van Dijken. Is meer dan de moeite waard om te beluisteren. Interview met Jeroen Stekelenburg. En het gaat over het hectische laatste... Vooral over het hectische laatste anderhalf jaar, denk ik, van Sanne. Met het verliezen van haar broer en de kwalificatie richting de Spelen. En wat het allemaal losmaakt. Emotioneel interview, maar zeer de moeite waard om eens te luisteren. Dus ga dat doen als je geïnteresseerd bent in een mooi verhaal omtrent judo. Dat was hem. Heb jij nog iets wat je kwijt wil? Heb je toevallig nog iets op? Borrelt er nog iets op waar je zegt dat moet ik nog kwijt? Nu kan het nog. Nee, volgens mij hebben we het meestal wel gehad. Oké. Okay. Nou, dan gaan we afsluiten. Dan verwijs ik jullie naar al onze sociale media die we hebben. Waar we proberen een beetje bij te houden wat we de volgende keer gaan doen. We gaan in ieder geval een voorbeschouwing maken op het wereldkampioenschap. En rond het wereldkampioenschap zullen we ook nog wel een podcastje maken. Misschien één nabeschouwing en misschien wel een paar. Dat we een aantal dagen clusteren en daar een podcast over maken. Hangt er een beetje vanaf hoe wij in de tijd zitten. En we moeten ook nog wat doen rond die tijd. Ik weet dat het EK hockey bijvoorbeeld in die periode ook draait. Het EK voetbal begint in die periode. Dus precies. Dus we moeten een beetje schipperen. Maar dat komt wel goed. Verder zullen we ook wel weer op zoek gaan naar wat langere interviews. Er staan wat... verzoeken uit, een aantal hebben een ja gegeven, dus die gaan we proberen in te plannen. Blijf reageren. Er zijn een aantal mensen die regelmatig reageren op onze podcast. Vinden we hartstikke fijn. Het is ook heel prettig om wat feedback te krijgen. Ook gerichte vragen over dingen die je wil weten, die we zouden moeten behandelen. Laat het weten. Over een niet al te lange tijd zijn we weer terug. En laten we afspreken, in ieder geval voor het WK. Dus dat betekent dat we binnen 2 weken een nieuwe podcast online hebben staan. Tot de volgende keer.